dat doet wel pijn. Ja, dat begrijp ik. Stop je met de samenwerking als ik steeds kouder word? Kan. Kan ook gebeuren als jij straks weer meer haar hebt. Dat dan de samenwerking stopt. Ja, dat is een optie. Het kan ook zijn dat we er helemaal mee uitscheiden. Maar het kan ook zijn dat ik nog wel met je om blijf gaan, maar dan niet meer je cameraman ben. Ja, lastig. Tja. Heel lastig. Maar vroeger zat je hier toch echt een stuk minder mee? Nee. Ja, maar op een gegeven moment dan doe je dit werk een tijdje, zie je jezelf steeds terug. En dan weet je het gewoon op een gegeven moment niet meer. Dat zit er in je hoofd en dan. Ja, dan word je gewoon helemaal gek. Alsof je dan niet meer klopt als mens. Je kijkt naar jezelf, je hebt het idee, ik klop niet meer. Dat er iets gewoon niet goed is aan mij. Ja, nou, dit is dus wat je 's ochtends het eerst ziet. Hier, nou ja, hier is het minder erg. En ik was er al een tijd klaar mee. Dus ik heb hier de boel laten implanteren. Ik weet niet of je dat... Kun je dat misschien zo goed zien? Zie je dat? Ja, je ziet het wel. Nou, kijk. En hier. Maar ja, wat is gewoon het kutte ervan is... dat duurt gewoon maanden voordat die haren doorkomen. Maar omdat dat... Je krijgt een soort van shock effect van je haar. En ik... Nou ja, als het al niet erg genoeg was... zijn er dus nu ook tussendoor al heel veel haartjes uitgevallen. Ja, dus nu zit ik iedere dag nog erger van, want ze gaan nu uitvallen, zijn al op uitgevallen van wat het erger. Ja. Maar, je moet je ook echt voorstellen dat ik dan hier uren op een dag doorbreng, hè. Ik heb zelfs dat spul gebruikt van, dat, godverdomme, hoe heet dat ook weer, nou ja, van de cafeïne shampoo. Nou, ook allemaal kut. Nu gebruik ik... Ben je daar ingetrapt, ja? Ja, dat is wel onzekere types als mij, die pakken ze dan. Maar nu heb ik... Dat is wel een dure troep ook, of niet? Ja, ja. Maar ik verdien ook niet zoveel. Nee. Maar nu heb ik zilver shampoo. Ik denk, als het dan kaal wordt, dan... Heb je in ieder geval nog wel gewoon, ja, zilver aan. Toch? Ja. Tjonge zeg. Ja, hier sta ik dan vaak. Waarom? Ja, weet ik niet. Met sigaretten, een soort van tijdelijke ontsnapping. Kijk, en ik ben hier gaan wonen, dat is 2 jaar. En ik heb wel momenten gehad, echt de ergste momenten. Dat je denkt, in het ergste geval beland je in een karretje. Ja, of je moet echt head first gaan. Ik wist nog dat ik die leeftijd had. Ja? Ja, zorgeloos. Nog volle bos. Ja, het begint op beeld. Begint het nu wel echt op te vallen. Kijk, ik werk natuurlijk ook gewoon veel liever met iemand die echt een mooie, volle bos, mooie koep, haar heeft, zeg maar. Ja, dat doet wel pijn. Ja, dat begrijp ik.
Word lid van Poont, anders gaan we kapot. En heb ik geen werk meer. Klik op de link.